Leren, jongen. Ik ga nog echt niet worden. Een werk nog. Dat is hele kut. Ja, echt? Goed gepland, Jack. Mr. Game of Thrones. Ja, gewoon twee gamen. Oké, okay. Dan wordt hij toch gekozen voor de Game Awards. Ah! Yes! No contest! Oh, nou, doe het opnieuw. Waarom doe je niet twee tegelijk? Doe gewoon twee tegelijk. Wat is het? Wat is het? Alternatieve Game Awards? Heel, heel vreemd. Ja, waarom doen jullie ook zo moeilijk? Nou, dit was voor de stage pick, gok ik. Ja. Hij pakt Wario wel. Kan ik wel doen. Oké, dus Koenie heeft de keuze van stage. Ja, ik dit dan. Oh! Was dat nou een Zero to Death? Ja, ik denk het wel. Ik zag het niet. Ik kreeg maar geld. Dit was de pick van Koen. Ja, dat weet ik. Hij heeft nu ook een stuk combo. Maar ja, weet je. Dat is een Zero to Death. Dat is wel echt een hit. Mijn smash die jij was bij Wouter ook zo slecht, jongen. En de Koen heeft er ook last van. Als je wordt gejuggled, dan is het zo belangrijk dat je gelijk die hebt. Ludo had er natuurlijk voor een down smash moeten gaan, maar deed de down tilt. Ja, dat is een pick van Koen, maar ik zou Yoshi's hebben gepakt. Maar dit is op zich redelijk ook wel goed, alleen je moet wel... De plateautjes zijn iets lager, zodat King Nidhi... Waarom geen... zodat King Nidhi die ook wat beter kan juggelen. Of uptilten. Get up back. Forward combo. Smash. King Nidhi kilt die ook zo snel, hè. En, op dit level. Ja, joh. Stage. Enorme killing potential. Dit is al super goed. Ja hoor. Ik denk dat ik het net een moeilijk had krijgen. Ja, misschien gaat het heel moeilijk krijgen. Hij moet deze winnen puur alleen al omdat hij Ludo anders naar Dreamland gaat. Ja, deze combo guaranteed. Nog geen guarantee. En dan nog een paar tipjes eruit gooien. Ja, nog één. Schitterend. Dat was echt was heel goed. En dat was intens slecht recovered van onze grote vriend Ludo. Wat had hij Ludo had moeten dippen. Hij had veel lager moeten gaan en dan zijn up hier moeten doen vanuit onder de stage. Dus okay. Dan kan je de edge sweet spotten. Hij gaat nu Dreamland. Ik zal zich als nu Gaming Watch gaan. Ja, maar hij moet eerst een stage code aan. Jawel, dan is dat de steun met rules, man. Eerst stage? Ja, eerst de stage en dan de kaartje. Je kan het best wel, dan volgens mij niet, man. Doe maar even focus, Nikutje. Ik hoop heel erg dat Ludo wint. De pick is niet naar Dreamland gegaan, maar naar Final Destination. Ja, wat heel bizar is. Het is heel bizar. Het lijkt er vast een stage te zijn van... ja, maar waarom pakt hij die dan niet? Ja, ik heb met Falcon heb ik wel dikke combo's op Final Destination. Maar alsnog... Marv is niet zo goed op Dreamland. Zijn uptilts kunnen niet door de plateautjes heen slug, leeft fucking lang. Dat is wel een goede start. Ja. Prima. Goede stage voor Mark ook. Kijk eens.
Ik had de twijfel gewoon weggenomen. Iets eerder edge guard, maar dit pakt ook nog goed uit. Het gaat over de wadden die je moet niet doen. Fucking gevaar. Moet nu ook onder. Ja, kijk, dat is goed. Had alleen moeten sweet spotten. Dit is goed gestald. Ja, en nu gaat hij. Hij recovert weer hoog. Dat moet je niet doen. Ze trappen in elkaars ballen eigenlijk. Ja. Gewoon lekker laag gekoppeld. Dat is goed gezoomd. Nee, nu doet hij weer. Het is zo gevaarlijk. Nu heeft hij drie kippen. Die ook weer. Oh, wat is dat? Hij straft het niet af. Nee, hij straft het niet. Nu kan het, nee, weer niet. Hij moet nu toch wel weten hoe dat in elkaar zit, die koppel. Red, ja, precies. Back throw, edge guarden, nog een throw, nee. Oh, ietsjes voor. Pakken, maar. Marv gaat swingen nu. De DI van Ludo is goed en Koentje pakt hem niet. Dat is het pittige met Marvin. Je moet hem met de tippen pakken als het karakter zo zwaar is. Ja, dat is DI, Koen. Koen is alvast een beetje salty. Koen is al salty. Kijk, en dit is. Dit is bijna een stage fight, niet? Nu moet hij hem gewoon, ja, ga dan aan de edge hangen, weet je wel, dan heb je hem dood. Eindelijk. Ja, de vraag is, kan Koen dit nog recht? Ja, kan wel. Ja. Jawel. Maar dan moet hij wel gaan edge guarden. En dat gaat hij niet doen. Bijna onheerlijk vind ik dat Kinky niet zo floaty is. Dus dat is echt DI van... Ja, kijk, hij DI het nu ook niet. Koentje DI het niet. En ik heb het me hier met je over gehad, want je DI is zo belangrijk. Ja, dat is goed. En dan heb ik niet gedi aan Koens kant. Ik en het ook. En ik merk het ook dat ik wel goed doe, maar dat ik niet goed doe. Het is zoveel voor de match. Ja, geen edge guard. Dat is het ook bitter, weet je. Dat is het. De neutral game is redelijk gelijk, maar Ludo pakt het puur op het feit dat hij een beetje edge game heeft. Ja, dat is een heel belangrijk aspect. Ja, 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 100%. Maar zeker als je neutral game gelijk is, weet je, dan wordt het hierop beslist. Ik weet zeker dat hij dit gaat edge game. Dit is echt zo goed. 1-1. Slugger komt terug. 1-1. Oh, heb je echt genoeg highlights hiervoor, dat is echt heel goed. 3, 2, 1, go! We gaan naar Mars Story. Ja, dit is zo belangrijk waarom Koentje de eerste match heeft gewonnen. Okay. Want daardoor kan DDD kan counterpicken. Ja. Ludo. Maar dan, als Koentje verliest, dan heeft hij gewoon de counterpick weer. Ja. Dus hij kan gewoon twee stages naar zijn keuze pakken. Hij is alweer aan het swingen. Dat is jammer, hij moet meer voor de combo game gaan. Juist omdat. Daarom zou ik, als je toch gaat swingen. Nog wees dan lekker nu? Roy. Lamar, ja. Wees dan lekker Roy. Want je gaat. DDD wil close in de combat zijn. Om je te grabben, weet je. Dan kan je beter. Als je dan een forward smash doet. Die van Roy, als je dichterbij staat, is die zoveel sterker. Ik bedoel, met de Marvin moet je tipperen. Hij swingt te snel, hij is alleen maar aan het swingen. Doe Marv heb je voor de... Ja. Die kan alleen maar damage met shield crafts, zoals de hele tijd. Ludo is echt. Shield grab, alles hier. Dit is een goede verkoppeling. Ja, nu. Ja, nou, dit is goed. Hij gaat niet gelijk voor de swing, maar hij combo't ook, weet je wel. Moet hij veel meer gaan doen. Deze gaat daar heel trots goed in. Geen tag. Schitterende combo.
Je maakt echt goed gebruik van de Wallabies. Maar op zich, op Marv Story is het echt... Eén stok zegt niks. Hij moet alleen... Ja, precies. Hij is aan het swingen. Ja, veel foutjes. Zo. Okay. Ja, maar dat is niet erg. Dat is gewoon hoe het is. Ja, ik snap ook niet waarom hij zijn been niet oplaat. Als je zo, als je in de lucht zit en je wil een power move doen, die ik heel vaak tegen Wouter gebruik. Die van Mark. Ja, gewoon het been, gewoon dat je je zwaard oplaat. Dat is zo handig. Is dat de tipper? Nee, nee, de tipper is forward smash. Oh ja. Jammer is meer opladen en dan hakt hij zo neer. Ja. Is goed. Up tilt. Up tilt. Goed. Houd hem in de lucht. Wat hij eigenlijk al de hele tijd had moeten doen. Zeker op dit level. Kijk eens. Duurde op het moment geen antwoord. Hij kan hem niet approachen. Hij kan hem echt niet approachen. Dit is echt schitterend. Nu, oh, dit is zo jammer. Hij moet nu 20-30% doen. Dat zou zo mooi zijn. Dit is de counterpick van het level waar je het over had. Ja. Dit is gewoon... Combo game. Hij moet combo game. Ongelooflijk dat hij hem forward throwt. Ik zou back throw of down throw hebben gedaan. Oké, hij is 39. Dit is al prima. Kijk of hij meer kan krijgen. Nee. Ja! Ja!